Nieuwe spelers, een nieuw team. Ik ga niet verklappen wie ik precies heb gehaald. Dat zie je zo meteen in de video. 5 games van de Weekend League. Let's do this. Wat op mensen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Aristotle Dunu en in deze video is het weer tijd voor gameplay. We hebben 5 Weekend League games, we moeten ze uiteraard alle 5 winnen. Ik heb nieuwe spelers, ik heb een nieuw team, Eder Militao en Varane centraal achterin. Ik heb Ter Stegen gehaald in plaats van Oblak. Wan-Bissaka is weg, Semedo staat op rechtsback en Kenny Dalglish staat op de positie van Heung-min Son. Hij mag gaan shinen, jongens. Niet te lang babbelen, jongens, even een kortere intro. Heb jij zin in deze video, doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn YouTube kanaal, zet de meldingen aan. Je kunt me volgen op de gram Aristotle Dunu en dan gaan we beginnen met de Weekend League games. Cool, dames en heren. De eerste tegenstander van de video, de Money Team. Kijk eens, allemaal kleurtjes, Champions League kaartjes. Bill, Rijkaard, Ben Yedder, ja? Boetjes, Lewandowski, Coutinho, Alaba, Hernandez, Kimpembe, Odriozola en Lecomte. In vorm, volgens mij. Zidane als coach. Grappig team. Alleen maar kleurtjes dus. Neymar. Actie. Toch maar even terug. Nog een actie. Dragback. Ruimte voor het schot. Nog eentje. Ongekend. En dan schiet hij hem naast. Kenny Dalglish is snel. Neymar. Binnenkant opzoeken. Stop. Even inhouden. Aan de finesse. Kenny. Doe je grap. Rukt Varane. Kaats. Mbappé. Top. Je hebt het snel gehad. Racen. Over de flank. Kylian. Dit verwacht hij niet. Moet iets verrassend doen. Dus Dalglish. Even een actie. De schaar. Hij valt niet aan. Met links. En Golasso. Kenny. Dalglish. En dat doen we natuurlijk. De dans. Ja, geniet. Geniet. Ik geniet. Goed, Kenny. Kaats en weg. Top. Too obvious. Heel even wachten. Neymar. Geen buitenspel. Grap. Top. Daar is Neymar. Met de actie. Mbappé. Ja. Lekker actie van Neymar. Ja, hij speelt wel goed in de spits. Mbappé. Goed, Dalglish. De fake shot naar binnen. Inhouden. Dalglish eronder. Met links. Jij kan wel finesse, toch? Kijk, hè. Daar is de 3-0. En dan het mooie dansje. 74ste minuut. 3-0. Done and dusted. Cool, overslaan. Kenny is los. Kenny is los. Huts. Oh, wat lekker dit. Neymar. Je moet een goaltje uitkomen. Dat doe je goed. Hakbal. Balrol. Gaat net goed. Cristiano mag hem maken. Oh, dat zie ik allemaal. 4-0. En dan het dansje. Het mooie dansje. Goed. Oké, jongens. Mijn tegenstander is er vandoor. Hij heeft genoeg gezien. De Money Team. 4-0 gewonnen. Op naar de volgende wedstrijd. Tijd voor de volgende tegenstander. Love EA. Niet liegen, grap. Lumbe Rear. Langley, Militao, Theus, Alan, Douglas Costa, Moura, Dembele, Lacazette, Sissoko, Semedo en Oblak op doel. Zo, goede keeper heeft hij. Oké, grappig team. Love EA. Oh jee. Goed, dan wacht ik op goede interceptie. Sissoko, Mbappé deed het goed trouwens. Even wachten. Geen, niet te gehaast. Allen is ook gevaarlijk hoor, het middenveld. Lekker, Chris. Dat heb ik niet verwacht. Dit is Neymar. Met links. En dan is het Golasso Nes. Lekker man, doe even een dansje voor me. Kijk eens. Kijk eens. Goed, Mbappé. Lekker jongen. Lekker jongen. Doe je goed, grap. Goed. Terug op Kylian. Met de dragback. Een beetje uitdagen. Dit is nog net goed. Terug op Mbappé. Dalglish. Dragback. Finestum. Golasso. 2-0. Ja, ik had wel een beetje geluk. Af en toe. Maar dat heb je ook wel nodig eigenlijk. En ja, kijk, zoals Kenny heeft losse heupjes. Oké, guys. Mijn tegenstander is er vandoor. We winnen 2-0. He loves EA. Nee, je liegt, gat. Nog steeds. Je liegt. Volgende tegenstander. Dit is Sodium Champions League. Met Hulk Screamcard, Bernard Screamcard, Firmino, Alan, Paulinho, Talisca volgens mij, Digne, Umtiti, Langley. Huh? Hij heeft geen gouden kaartje. Wat is dit? Danilo en Courtois op doel. Zo, disrespect naar Danilo, man. Kijk, Vieira, dat heb ik goed gezien. De actie van Chris. Wauw, zo'n balletje ook, hè. Dit is Neymar. Goede pas. Kylian Mbappé, leeg doel. Golasso. En dan om het af te maken. Ja, even het dansje. Even het dansje. Cool. Ter Stegen. Gaat Chris Kaats los. Top. Overslaan. Lukt altijd. Kijk. Chris liep door.
Geen controle, maar... Lucky, even inhouden. Kijk eens. De akka. Nee, dit was geen akka, man. Neymar, komt eraan. Finestum. Ja, dit was een lekkere aanval. Jammer dat het geen akka was, maar... Het is een mooi goaltje, man. Al zeg ik het zelf. En natuurlijk het dansje. Oké, Kats. Mbappé is los. Chris, ja, je kan wel passen, toch? Ja, hij is niet zo dom om in te stappen, maar ik zie daar achterin Kenny Dalglish. Kenny Dalglish, ja, hij ziet hem door het net heen, dus geen genade. Kenny, nou, deze skip ik, man. Een beetje respect voor mijn tegenstander. Wegdraaien, doen, golasso. Tuurlijk, met links. Ja, we hebben weer een marge van 3, jongens. Geen buitenspel, maar je hebt wel ruimte. Je bent snel gehad. Daar kwam Courtois weer. De fake shot, eventjes inhouden. Dit is Chris, doe het maar. 5-1. Goed, prima wedstrijdje, jongens. Beefy boy, Sodium CL. 5-1 winst. Dit is Gnutens FC. Suarez, Dembele, Griezmann, Vidal, Frenkie de Jong, Hazard, Marcelo, Eder Militao, Ramos, Carvajal, Ter Stegen. Hij heeft wel een goed team, hoor. Steady. Je loskomen van Frenkie de Jong, overslaan. Kijk, dat is top. Cristiano, Kaats. Nog een Kaats. Ruimte. Ik kon hem eigenlijk al geven. Kijk, is een penalty. Balrol naar binnen. Carvajal maakt een overtreding. Ja? Ik wil hem in het zijnet hebben. Ah, oké. Niet in het zijnet, maar het is een goal. Prima. 1-0. Cristiano Ronaldo. Doe van het dansje. Ja. Vind je. Top. Oké. Goed. Neymar. Lekker. Kenny Dalglish. Goede paas op Cristiano. Kijk eens achterin. Daar komt Kylian. Mbappé. Is het paas goed? Bam. Kijk. Dan kun je Ter Stegen op doel hebben. Maar dit was een prima aanval. En mijn tegenstander is weg. Rage quit nummer 2 van deze video. Ja, lekker goaltje. De laatste tegenstander van deze video heeft Rodrigo, Dembus, Kroos, Isco, Casemiro, Asensio, Marcelo, Felipe, wie is dat? Raul Albiol misschien? Sergio Roberto en Courtois. Af en toe is het wel gewoon een test, man. Al die spelers. Maar goed, grappig teampje, ja. Niet heel bijzonder. Goed. Alright. Je bent Lusso, toch? Ai, Nash. Mbappé, jij bent weg. Top. Neymar eroverheen. De fake shot. Je bent sneller. Die paas hard genoeg. Leg hem af dan, Neymar. Alles, man. Goed, dit is Sissoko. Dit is Neymar. Neymar finesse met links. En hij schiet naast. Chris, win het duel. En dat doe je. Lichaam ertussen. Mbappé. Op Neymar. De dragback. Keeper weg, golasso met links. Zoals de keeper, ja? Grappig. En natuurlijk, het dansje. 1-0. Mag ik het? Waarom schiet ik niet? De actie. Mbappé. Ah! Dit was niet zo bedoeld, maar ik hou overzicht. Ja, sorry, maar dit was niet zo bedoeld, man. Dan moet ik mijn excuses aanbieden aan mijn tegenstander. I'm sorry, fam. Oké, Chris. Actie op links. Kroos voorbij. Goed. Heel even inhouden. Die kan ik inspelen. B.O.W. Dat is Neymar. Dat is de scoopturn. Eventjes wachten. En dan is het 3-0. Hij drukt op start. Noisy B55. En hij is weg. En hij is weg. Jongens, de vijfde game is ook winst. Alright mensen, 5 wedstrijden gespeeld, alle 5 gewonnen, een aantal rage quits. We hebben mooie goals gezien. Ja, af en toe
overdreef ik wel in de 16 met skills en te lang door willen gaan en maar breien en maar breien. Maar we zijn best wel tevreden over deze wedstrijd. In ieder geval geen onnodige los gepakt. Wat betreft mijn team, dat voelt fijn aan. Ja, ik vind Douglas wel een fijne speler om mee te spelen. Misschien doe ik nog een player review volgende week. Maandag, dinsdag of woensdag komt er een video daarover online. Varane is back. Ja, kijk, Ferdinand was een fenomeen, maar Varane doet het ook goed. Hij vult zijn functie, zijn rol, vult hij goed in. Even iets anders. Ik ben best teleurgesteld over de video die ik heb geüpload. Ik heb teams gereviewd van kijkers en heel veel kijkers hadden fake teams opgestuurd. Het is heel erg zonde, want er zijn wel gewoon mensen die real zijn, die gewoon echt hun team hebben opgestuurd, maar die heel erg balen dat ik ze niet heb gefeatured in mijn video. Ik wil jullie een kans geven, niet getreurd. Als jij wilt dat ik weer zo'n video ga uploaden, nou, jullie moeten wel gaan kijken, want echt zoveel tijd en moeite in het editen en het review van die video's. Echt, trust me. Ik ga hier later in een van mijn streams wel inhoudelijk op in, maar laat even weten in de comments of jij dit wilt. Dan is het mooi geweest in deze video. Smash het like button als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet niet te abonneren, zet de meldingen aan. Je kunt me volgen op de gram, Aristotle Ndunu. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, man. Dikke shout-out naar jullie. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed, rustig aan. Ciao, ciao.